Zoals jullie weten, David, mijn man is er niet vanavond. Ik probeer die te vervangen zo goed mogelijk. John Nieland, die zijn expositie hier vanavond toe. Maar we willen ook iets doen voor het goede doel. En daar hebben we de Lions Club mede uitgenodigd. En meneer John Nieland wil een schilderij, als ik dat zo mag zeggen, doneren aan de Lions Club. Maar ik laat het woord aan hem. Amai. Ja, de eerlijkheid gebied mag ik zeggen. Het werd gevraagd door David. En Luc, toch van harte wel. Ja. Dankjewel. Om wat te doneren voor een heel goed doel.
misschien kan u even vertellen waar voor welke Wel, wij zijn van de Lions Antoon van Dijk en we hebben twee belangrijke projecten. Wij steunen één project, de Speelhoeve in Vremde, waar zwaar mentaal en fysisch gehandicapte kinderen in een dagverblijf zijn en waar zij de nodige zorgen kunnen krijgen die zij in de thuissituatie niet krijgen. En wij steunen ook een doel Juno in Schoten, waar kinderen uit gezinnen terechtkomen waar het een beetje verkeerd is gelopen en waar die kinderen niks aan kunnen doen. En het is in die zin dat we daar ook 44 kinderen tussen 5 jaar en 21 jaar proberen om een gezellig thuis te geven en we proberen hen daar financieel te steunen. En de bedoeling is dat het mooie werk dat u vandaag aan ons zou doneren, dat we dat op een veiling gaan veilen, 28 augustus, in de golfclub van Capelle. We hebben een heel groot feest met 250 genodigden en daar zal uw kunstwerk geveild worden. En van harte dank. Maar wat staat er juist op, John? Ja, ik wou iets geven wat, nou ja, het komt, het sluit absoluut aan. Wat voor doel heeft. Het is, ja, ik heb het in een kinderlijke context gemaakt en het heet Child Playing in the Sun. En dit wou ik u graag overhandigen. Dus toch een stukje vreugde en toch ook een beetje het oog naar de zon. Prachtig, dankjewel.